In de keuken bij de beste bakker van Nederland en haar dochter Elisabeth. Zo'n gevoel van vreugde en geluk. Ik had het ook een beetje verwacht, want ik vind dat mijn moeder zelf heel goed is. Hij ziet er goed uit. Hij ziet er goed uit. Ja. Hoi Elisabeth, waarom deed je eigenlijk mee aan Heel Holland Bakt? Ik heb ontzettend lieve collega's en die vonden dat ik goed kon bakken. Dus die dachten ook van, we gaan je opgeven. Want wat vonden jullie hier thuis van? Ik vond het echt heel leuk. Doe maar goed boter erop. Lekker. Showgirl ben jij, hè? Is er een speciale aanleiding voor jou geweest om te beginnen met bakken? Dat heb ik echt van kleins af al van mijn moeder geleerd. Meedoen, helpen met het maskeren van de taart, het mooi maken. Je moet je mes ietsjes meer recht, recht houden. Zo? Ja. Maar dat het misgaat, hoort er ook altijd bij, toch? Hoi Elisabeth, ik vind muffins heel leuk om te bakken. Maar wat vind jij het leukst om te bakken? Taart. Gewoon taart. Taart. Cake, ik vind dat leuk, dat je echt van bloem, eieren en een beetje zout en een beetje vanille erin. Het is super mooi geworden, ik ben heel blij. 15 tot 20 minuten, dan is het klaar. Altijd in de keuken blijven tot je klaar bent. Hoi Elisabeth, wat vond je de leukste opdracht bij Heel Holland Bakt? Ik vond toch wel echt de Wie Ben Ik taart heel leuk om te maken, omdat het zo vrolijk was, het liet echt iets zien. Van waar ik vandaan kom. Aruba wordt vertegenwoordigd door Elisabeth. Heb je daar ook reacties van mensen op Aruba gekregen? Ja? Zeker, zeker. En mijn Aruba-taart is ook heel bekend geworden op Aruba. Dat is ook leuk. Lekker kokos, maar niet overheerst. Het is niet te zoet. Heel veel details. Ja, goed gedaan. Dan sta je daar toch wel echt met trillende knieën daar, hoor. Zie je wat dat aan het gebeuren is? Het komt helemaal omhoog. Ja. Is het dan zo dat je overal wordt aangesproken en herkend? Bij de fysiotherapie van jou, hè? Ik houd een mondkap en ik houd een bedje op. En ik kom binnen. Nee, daar is ze. Ja, we weten wie je bent, hoor. Ik vind het leuk en zo dat ze heeft gewonnen. Maar ze is nu ook echt heel druk en zo. Ja, ja. Soms ben ik het al een beetje zat. Okay, al die aandacht. Ja, van haar. Had je hier wel zin in? Ja. Als je een taart had gebakken bij Heel Holland Bakt, waar bleef de rest dan als ze hem al hadden beoordeeld? Alle cameramensen die daar rondlopen, dat is echt heel veel mensen. Die gaan ook een stukje nemen. Wij mogen natuurlijk ook wat meenemen naar huis. Hè? Ja. Dus ik bracht ook vaak een stukje van iedereen. Hè? Hoeveel taart heb jij op dan in die weken? Dat weet ik zelf niet, maar ik denk wel heel veel. Kijk eens, ik doe het zo, want ik heb een bril en die beslaat altijd. Wat heet hoor. Dat was lekker. En die worden nog krokanter. Wat was de moeilijkste opdracht bij Heel Holland Bakt van het hele seizoen? Dat gebakje met een dakje. Als ik naar het taartje kijk, zie ik toch wel een paar kleine minpuntjes. Ik begrijp ook dat jij je heel goed hebt voorbereid op veel opdrachten. Ik dacht van, ik ga niet als eerste naar huis. Elisabeth, ik ben trots op je. De cake op Thijs, fantastisch. 12 keer gebakken, Thijs. Je moet proeven. Ja, soms. Ja, ja, ik zei van, jullie moeten proeven, want anders weet ik het niet. Ik dacht van, nee, ik hoef niet. Jij zei, ik wil geen trulman meer, mama. Nee, ik hoef niet. Gaan we ze even hierop zetten. En dan gaan we ze even in een shockvriezer doen. Een shockvriezer? Een vriezer die heel snel dingen kan koelen. Is het al goed? Ja hoor. Het belangrijkste moment. Proeven? Yes. Ik vind het goed gelukt. Goed gelukt, hè, Esther? Nou, volgens mij hebben we het. Ik blijf nog even hier.